Meisjes lieten zich beïnvloeden door meisjes in boeken, ja. Als die meisjes erg assertief waren. De Beckmanmeisjes. Ja, de Beckmanmeisjes. Ja. Ja. En toen had ik al een heleboel Beckmanmeisjes beschreven, dus dat vond ik wel een leuke vondst. Ja. Maar hoe lang dat die invloed door blijft gaan, dat kon ik niet meten. Ja. Dus misschien was het na een paar weken weer weggeëpt. Dat is natuurlijk mogelijk. Ja. Maar u schrijft zoveel dat je dus om de paar weken wel weer een nieuw boek van u te vertellen. Zeg. Nee, maar ik bedoel, in de kinderleeftijd zijn er een heleboel boeken te verslinden daarin. Ik kan me ook voorstellen dat het heel prettig is als je weet dat kinderen niet al te veel beïnvloed worden door je boeken. Want als je zou weten dat ze ontzettend beïnvloed worden, dan zou je veel angstiger worden met schrijven. Ja, ook dat zou verschrikkelijk zijn, want dan moet je elk boek gaan zitten navlooien van. Er staan er geen dingen in waar ze helemaal verkeerd van worden. En worden ze stout voor stoute boeken en braaf van brave boeken, geen sprake van. Ja. En heeft u ook het kinderboekenweekgeschenk geschreven? Van 2 tot en met 12 oktober is die kinderboekenweek. Het heet Het Wonder van Vrieswijk. Het is in tegenstelling tot de overige boeken die u schrijft een behoorlijk dun boekje, hè? Ja, dat Waarom? Moest. Dat mocht niet langer zijn. Het mocht niet dik zijn, nee. Je moet kinderen vooral niet het idee geven dat een boek wel eens dikker dan 95 bladzijden is. Dat was de achterliggende gedachte? Nou nee, de achterliggende gedachte is dat het vrij goedkoop geproduceerd moet worden. Het is bijvoorbeeld een geschenk, het wordt weggegeven. En dan kun je toch moeilijk een opdracht geven van schrijf een boek dat normaal 29 gulden moet kosten. Want dat kost. Dat zouden ze wel willen, ja, dat zouden ze wel willen, maar dat gaat natuurlijk niet. Nou speelt dit in Kampen, hè? Ja. Dit verhaal. Hasse Simons dochter, verscheen in 1983. Ja. Ook in Kampen. Het begint in Kampen. Dat heeft u toen de research gedaan voor dit verhaal? Nee, ik heb wel veel research gedaan en dus was ik verliefd geworden op Kampen. Dat wil zeggen op het uiterlijk van Kampen. En op de mensen ken ik nauwelijks, een paar, en die zijn heel aardig. Maar, ik heb toen ook de archieven ontdekt die ze daar hebben, 2 stuks. Bijzonder goed. En als je daar binnenkomt, dan is het, waar kan ik u mee helpen? En ze vliegen alle kanten uit en komen met stapels boeken voor je aandragen. Heerlijk is dat. Ja. Als ze maar voor je vliegen, hè? Ja. Nou ja, en ik heb het wel eens anders meegemaakt. Ik niet eens voorbij de deur komt bij een archief. Verwezen wordt naar het museum of naar de kosten van de kerk. En gaat daar maar zoeken. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus het is een verrukking als ze best voor je doen. Heeft u dit boek van de zomer geschreven of niet? Maar toen moest ik, kreeg ik die opdracht en toen dacht ik... Nee, praat rustig door. Nee. Typisch zo'n Beckmanmeisje hoor, praat maar gewoon door. Nee, maar toen kreeg ik die opdracht en toen dacht ik, ik ga naar het archief van Kampen, want daar... ten eerste hebben ze daar zo'n aardig verleden. En in de tweede plaats zijn de mensen zo behulpzaam. Dan hoef ik niet te bidden en te smeken van mag ik alsjeblieft dit opzoeken of dat opzoeken. En ik vond inderdaad vrij snel wat ik hebben moest. Mag ik nu even een vraag stellen? Ja, ga dan. Heeft u dat boek in die tijd ook geschreven, dit verhaal? In 83? Ja. Nee hoor, dat heb Wanneer ik dan? Van de winter zitten schrijven. Van de winter. Oké. Okay. Het is een prachtig boek. En hier zullen we in ieder geval kennis mee kunnen maken. En dan komen we vanzelf wel bij het oeuvre van Thea Beckman. Voor zover we daar nog geen kennis mee gemaakt hebben. Ja. Gisteravond ging zijn nieuwste programma in première. Ik was erbij. Het is geestig en gezellig, boosaardig en spottend. Hier is, aan het begin van zijn tournee, Jaap Mulder, gezellig. Jouw hart klopt nu nog enkel voor die ander. Ik ben ontzettend eenzaam en alleen. Wij hoorden toch voor altijd aan elkander. Waarom, schat, ging jij dan van mij heen? Wij waren in een roes getrouwd en hadden ons een nest gebouwd. Het was een hele zware tijd, maar daarvan had ik nooit geen spijt. Want samen hadden wij elkaar, het zou toch eeuwig duren, maar jouw hart klopt nu nog enkel voor die ander. Ik ben ontzettend.
ontzettend eenzaam en alleen. Wij hoorden toch voor altijd aan elkaar handen. Waarom, schat, ging jij dan van mij heen? Ik weet, ik heb veel fout gedaan. Ik had je minder moeten slaan. Ik sloeg je meestal 's morgens vroeg, wanneer ik thuis kwam uit de kroeg. Waarom hebben wij nooit gepraat? Nu is het dan vergoed te laat. Jouw hart klopt nu nog enkel voor die ander. Ik ben ontzettend eenzaam en alleen. Wij hoorden toch voor altijd aan elkander. Waarom, schat, ging jij dan van mij heen? En scheiden, nee, dat wou ik niet. Waarom zag ik nooit jouw verdriet? Jij zong vaak, vluchten kan niet meer. Dus toen vond ik jou daar die keer. Met naast je lichaam koud en kil, dat ingevulde codicil. Jouw hart klopt nu nog enkel in die ander. Ik ben ontzettend eenzaam en alleen. Wij hoorden toch voor altijd aan elkaar handen. Nu is je lijf van bijna iedereen. Jouw hart klopt nu nog enkel in die ander. Jouw lever woont sinds kort in Amstelveen. Je nieren zijn zelfs niet meer bij elkander. En je eierstokken doen het met een ding. Oh, ik zit nu thuis en denk, ik hield toch van handen. Waarom, schat, ging jij voor mij uiteen?